Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Agradi, Horka en Penny. En let op, in deze video komen verwaarloosde dieren voor. Dit kan als schokkend worden ervaren. Hoi allemaal, goedemorgen. Dit is de tweede video over Los Caballos Luna. Dat is een stichting over... Oh, er zijn hier allemaal lampjes. Oké, dit heeft even voorrang. Zie je het? Oh, ah ja. Oh, wat lief. Ach, wat lief. Oh, wauw. Nog meer. Leuk. Dit is dus de tweede video over Los Caballos Luna. Dat is een stichting in Spanje waar ik nu dus voor 3 weken ben. En zij vangen verwaarloosde dieren, vooral paarden op. En die knappen ze op. En als ze het aankunnen, dan zoeken ze een nieuw huisje voor ze. Op dit moment zijn er 204 paarden. Echt gigantisch veel. Ook wat honden, een varken en een katten. En wij gaan dus daar helpen en ik ga dat voor jullie filmen. En wij lopen nu naar de verzamelplaats toe. We zien net de truck van de stichting wegrijden. Dus dan moeten wij zo meteen nog even wachten totdat hij weer terug is. En dan brengt hij ons ook naar de stichting toe. Vandaag ga ik het wondenteam volgen en zij gaan de paarden verzorgen die dus best wel grote wonden hebben en gaan even kijken hoe ze dat nou precies doen. En ze gaan nu de eerste paarden halen. Zouden jullie willen uitleggen wie dit is? Dit is Veet. Mm-hmm. En Veet heeft hoefkanker aan alle vier de benen, aan alle vier de hoeven. En die gaan we nu behandelen. En hoe gaan jullie haar behandelen? Of hem, hij, haar? We gaan eerst daarna met betadine. En wat doen we er nog meer op? Normaal aceton om te laten uitdrogen, want dat is nu niet meer, dus kunnen we dat niet doen. Dus doen we een beetje betadine zalf op en dan vliegenspray om te voorkomen dat er maden gaan inkruipen. Ja, succes! Dankjewel. Wat gaan we nu precies doen? We gaan nu Nike behandelen. Hij is binnengekomen met steekwonden bij zijn ribben. En er is nog één plekje die open is, waar dat er soms een beetje vuiligheid blijft zitten. Dus die wassen we ook met de isobetadine scrub, zodat alle vuiligheid eraf is. En dan doen we er nog een beetje zalf aan. En op de droge plekjes doen we sudoku. Ja. En doen jullie nou een speciale opleiding? Zijn jullie stagiaires? Ja, wij zijn stagiaires en wij doen de opleiding dierenartsassistent. Ja. Dus vandaar dat we ook in het wondenteam zitten. Zodat we elkaar kunnen aansterken met het verzorgen van die wonden. Ja, dus jullie hebben eigenlijk al wel wat kennis over. Dus ze laten dit niet zomaar aan iemand over, maar wel aan de studenten die er meer over moeten leren. Ja. Ja, ik vind dat hij eigenlijk heel braaf is hoor. Mm-hmm. Maar ja, dit doen jullie dan elke dag? Ja. Ja. Oké. Okay. Vertel, wat is dit voor paard en wat heeft hij? Want ik zie heel veel verband op zijn been. Ja, hij heeft dus een grote wonde die we moeten intapen, omdat anders komt er vocht in het been en staat het been heel dik. Mm-hmm. Dus nu gaan we eerst het verband afknippen. Dan gaan we het terug schoonmaken met de betadine. En dan doen we er met zout en water. Wrijven we het in, masseren we het eigenlijk een beetje, zodat het vocht eruit kan. Oké. Okay. En doet dat paard geen pijn? Nee. Nee? Nee. Hij blijft er redelijk rustig op? Ja, het is een heel braaf paardje. Ze blijft redelijk rustig. Oké. Okay. En hoe komt dat dat dit is gebeurd, zeg maar? Wat is er gebeurd? Ja, ze is zo in de wei, is eigenlijk zo gevonden. Dus we weten niet hoe dat gebeurd is. Oké. Okay. Dus je knipt nu eerst het oude verband eraf. Ja. Ga je het eerst verzorgen en dan plaats je een nieuw verband. Ja. Deze benen was echt 100 keer erger.
Je zag vooral dat het vlees van het been helemaal opgezwollen was daarbuiten. Mm-hmm. Nu is dat heel mooi teruggetrokken. Ook omdat het zout gebruiken in het in de banden. Zeg maar. Ja. Dus dan heb je echt die drukte op. Dus alles is weer terug naar binnen gegaan. Ja. Zo, waar zijn we nu? Dit is eigenlijk de apotheek en het kliniekje eigenlijk een beetje. Mm-hmm. Hier staat de voorraad van de betadine en de medicijnen en zo. Ja, en dat is dus hier allemaal? Ja, dus dit zijn al de medicijnen dat we hebben. En hier moeten we het maar mee doen. Dus bijvoorbeeld de isobetadine scrub was bijna op. Dan hebben we dus jodium scrub gebruikt in de plaats. We gebruiken wel altijd iets anders, mm-hmm. Dus we doen het gewoon met de middelen dat we hebben. Ja, dus jullie hebben gewoon een bepaald aantal, omdat jullie dat natuurlijk van donaties moeten hebben. Ja. En dan als iets op is, dan moeten jullie gewoon creatief zijn eigenlijk. Ja. En met iets anders de wond verzorgen. Ja, dat is zo. En gaat dat meestal wel goed of is het toch fijner om echt precies de juiste spullen te hebben? Ja, het is wel fijner als je de juiste middelen hebt, zodat mm-hmm. je de wonden juist kunt behandelen, maar... Uiteindelijk lukt het ook gewoon met wat je hebt. Ja. Je doet het er maar mee. En de dierenarts zegt wel wat we moeten doen. Zoals die wonden bij Inari, dat zout en zo. Mm-hmm. Dat wordt wel verteld door de dierenarts wat we daaraan kunnen doen. Dus jullie verzinnen het niet zelf? Nee. Jullie worden echt door een echte dierenarts aan... De dierenarts komt minstens één keer in de maand sowieso voor de wonden en... De andere paarden, maar meestal moet hij wel meerdere keren komen. Mm-hmm. Maar hij controleert de paarden dan die je nodig hebt. Mm-hmm. En dan schrijft hij ook een behandeling voor. En hij weet ook dat we weinig middelen hebben en dat er weinig budget is. Dus hij verzint ook wel altijd iets die zo goedkoop mogelijk is. Ja. En hij weet ook welke mogelijkheden wij hebben. Dus hij past zijn behandeling daar wel op aan. Ja, oh, dat is wel heel fijn. Ja. Wat ben je aan het doen? Dit is anti-itch crème. Dat is tegen de jeuk. Dat zorgt ervoor dat ze dan minder gaan schuren tegen de bomen. Want heeft deze eczeem? Ja, deze heeft inderdaad zomer eczeem. Zo, gaat het nou helemaal van de manen zo tot over de rug? Ja, het schiet zelfs op de rug hier. Wow. En de staart waarschijnlijk ook. Ja, vandaar dat de staart ook zo kort is. Oh ja. Ja, dat is wel het onhandige van al die bomen hier. Ze staan natuurlijk wel lekker in de schaduw, maar ze kunnen zich wel schuren. Ja. En merk je dat dit spul echt helpt? Ja, want we behandelen ook andere paarden en daar zie je ook echt dat de manen alweer aan beginnen te groeien. Oh ja. Dus op een gegeven moment zorgt ervoor dat ze minder jeuk krijgen en dus ook minder gaan schuren en dat de manen dan weer aan kunnen groeien. Ja. Het is even later en het wondenteam dat is nu voorbij. We gaan zo meteen nog even eczeempaarden behandelen, maar we hebben de belangrijkste paarden nu behandeld. En hier achter mij zijn ze nou dit hele prachtige paard aan het logeren. Die is van Laura zelf, van de eigenares van deze stichting. En die moet natuurlijk ook beweging krijgen. Dus die wordt nou gelongeerd omdat zijn zadel niet meer past. Dus daar ga ik even filmen, want het is echt een super mooi paard. Het is een ruin trouwens, maar dat zou je eigenlijk niet zeggen. Het is echt een prachtige, bijna hengst. Laura, zou je kunnen uitleggen wat hier nou gebeurt? Ja, dit is fantastisch. Het is gewoon Sinterklaas, Kerst, Sint Maarten, alle verjaardag, alles bij elkaar. Er zijn mensen die inzamelen voor ons in Nederland. Allemaal spullen die we nodig hebben, die we niet nodig hebben, mogen we verkopen. Dan krijg je er 7 en dan koop je het vol voor. Maar het is echt ongelooflijk. Het is heel Nederland samen. En BHS neemt het dan voor. Nee, die deken nou. Ga ik naar boven, dan kun je het afdragen.
Oké, wat er net gebeurd is, je hoorde Laura het al vertellen, maar er was best veel lawaai, want iedereen was super hyped en vrolijk en er stonden ook paarden in die truck. Die staat erachter, het is echt een enorme vrachtwagen. En wat dat bedrijf doet, is zij verzamelen spullen in Nederland en dat brengen ze dan, ze gaan ongeveer één keer in de maand hier naartoe. En dan brengen ze die spullen naar de stichting toe. En dan vaak laden ze ook paarden in die hier geadopteerd zijn in de vrachtwagen en dan rijden ze weer terug naar Nederland. Dus dan als je hier een paard hebt geadopteerd en die wil je terug naar Nederland halen, dan vaak brengen ze eerst hier dan spullen naartoe, gaat jouw paard op de vrachtwagen en dan gaan ze weer terug naar Nederland. En zometeen worden dan 3 paarden naar Nederland gebracht, want die zijn geadopteerd. Dus ik ben heel benieuwd, ik ga kijken wat ik kan filmen voor jullie. Het is heel spannend, iedereen is vrolijk en blij, maar ook een beetje verdrietig, want ja, er gaan wel 3 paarden weg waar mensen een hele tijd voor hebben gezorgd. En ik weet niet precies hoe die paarden hier zijn binnengekomen. Het kan best zijn dat een van de paarden best slecht is binnengekomen, heel mager. En ja, mensen hebben daar toch heel veel liefde en aandacht in gestopt en heel veel voer natuurlijk, om ze weer op, ja, op been te krijgen. Dus we gaan het zien, ik ben echt heel benieuwd en heel leuk dat dit al op de tweede dag gebeurt. Goed zo, even belonen, braaf. Goed zo, even rustig laten kijken. Goed zo, kom maar man. Goed zo, knap. Juist. Kom maar, ik doe wat voor. Kom maar schat. Kijk eens, oh wat ben jij. Goed zo dit. Kom maar liever. Goed zo. Hou hem erachter hè. Kan iemand alvast met wachten met hem beginnen? Goed zo man. Goed zo jongen. Hé zo. Kom maar jongen. Ja, maar goed dat zo. Is een braaf paard hoor. Juist. Ja, ja. Ja. Wauw, wat een paard. Heel knap. Ja, ja, goed. Ja, ja. Ja, ja. Wauw. Goed zo. Het is goed. Juist. Kom maar. Ja. Goed zo. Goed zo. Ook gewoon binnen 3,5 minuten. Zo. Toppaarden, hè? Lieve. Hoe vond je het gaan? Ja, super. Ik ben super trots op ze. Wel emotioneel natuurlijk. Ja, ze liepen er gewoon in 4 minuten op, hè? Ja, knap, hè? Ja. En toen we ze redden, waren ze heel bang. Ze zijn echt een uur met ze bezig geweest. Nou, snappen, zo'n vertrouwen hebben ze in ons. Mm-hmm. Zo mooi. Daar komen we van een afschuwelijke melding. Ja? Ja. Er was wel 1 veulen overleden en 1 veulen naar de kliniek en onderweg naar de kliniek al overleden. Och. Dus dat is echt een hele heftige melding. Ja. Nou, mooi dat ze nu naar een derde leven eigenlijk gaan. Eigenlijk wel. Ja, Luna wil hem houden, hè. Komt goed. Hey. Bijna. Ja, kom maar. Kan ik deze beter ook niet overheen krijgen? Ik ga geen boog met de oude. Ik ga geen boog met de oude.
Dus, ik ben weer terug in het huisje en ik wil nog even kort het laden en het transport van de paarden die net weg zijn gaan bespreken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond echt dat ze het heel netjes hebben gedaan met de trailer of vrachtwagen laden. Dit was dan de tweede dag. Ook weer is er heel veel gebeurd. En ik ben echt benieuwd wat de komende weken nog gaan gebeuren. Ik denk echt nog heel veel verschillende dingen. Er zullen vast ook mindere leuke dingen gebeuren. Maar vast ook heel veel andere wel leuke dingen. Oh ja, ik zou nog even uitleggen hoe je nou spullen kan opsturen. Ik heb het even gevraagd. En ik moet heel even mijn telefoon erbij pakken. Want ik heb het daarin bewaard. Hoe het zit is dat BHS in Zeewolde, dat is het bedrijf, het transportbedrijf dat de paarden vandaag heeft meegenomen. Die zit in Nederland en daar kan je door de week van 9 tot 5 een pakketje bij afgeven. En ik denk ook wel naartoe sturen, want niet iedereen zal dicht in de buurt van Zeewolde wonen. Dus als je dat doet, dan verzamelen zij al die pakketten. En dan komen ze ongeveer één keer in de maand naar Spanje toe, naar Paard in Nood. En dan krijgt de stichting al die pakketten. En wat zij dus doen, is dat als er iets tussen zit wat zij niet kunnen gebruiken, dan gaan ze kijken of ze het kunnen verkopen. En als ze het wel kunnen gebruiken, zijn ze daar natuurlijk heel blij mee. En kunnen ze daar weer paarden mee helpen en zo. Want dat heb ik vandaag natuurlijk ook met jullie gezien bij het wondenteam. Dat er gewoon spullen missen. Tenminste, dingen zoals verband. Dat raakt gewoon best wel gauw op. En het is dan handig om daar juist weer heel veel van binnen te krijgen. En daardoor is dat ook iets wat ze heel graag als een cadeau van donateurs en zo ontvangen van mensen die dus een pakket willen opsturen. Dat is echt een van de dingen die ze het liefst willen hebben. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video weer heel leuk vonden. Laat even in de reacties weten of jullie nog iets willen zien. En dan bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan tot de volgende video. Doei! Wil jij Los Caballos Luna ook helpen? Nou, dat kan. Kijk op hun website paardennoodspanje.nl of in de beschrijving en zie wat je allemaal kan doen. En dan wil ik en de stichting je alvast heel erg bedanken.